allemaal. Ik wil jullie graag uitleggen hoe de herringbone steak werkt. Die heb ik gebruikt voor het dak van mijn peperkoekhuisje. De achterkant zijn gewoon normale vaste. Maar de voorkant, eigenlijk de bovenkant, is de herringbone steak. Dat is een hele leuke steak. En die werk je eigenlijk in twee toeren. De ene keer werk je de ene kant op, de andere keer de andere kant op. En eigenlijk werk je in dit geval met... alleen werk je alleen aan de voorkant van het haakwerk. Dat is eigenlijk een beetje, dat klinkt heel gek en in het begin is het ook een beetje onwennig. Maar als je eenmaal een paar keer hebt gedaan, is het eigenlijk heel, heel duidelijk. Dit is hoe het wordt en ik heb hier het tweede dakdeel. En ik was daarmee bezig en ik wil graag aan jullie laten zien hoe dat nou precies werkt, die herringbone steak. De heentoer, daar ben ik nu al aan begonnen. Die is eigenlijk redelijk eenvoudig. En wat je doet is, je hebt hier een gewone vaste. En die bestaat uit meerdere pootjes, noem ik het in mijn patroon. En wat belangrijk is bij de herringbone steak, is dat je niet alleen in de volgende steak haakt, maar ook in het laatste pootje van de vorige steak. Deze dus. Het gaat heel eenvoudig. Je steekt daar doorheen. Hij is een beetje strak, normaal is die wat losser. En dan ook tegelijkertijd in de volgende steek. Daarna haal je een lus op. Dan heb je drie lussen op de naald. En die haal je dan door tegelijkertijd. Ik zal het nog een paar keer doen, zodat het goed duidelijk is. Je steekt dus in het pootje van dezelfde steek. In de volgende steek. Je haalt over. En door. Dit is dus hoe het werkt. Nogmaals, in dit pootje moet je steken. En in de volgende steek. En dan haal je door. En dan haal je de lussen over. Deze. En die. Lus overhalen. Doorhalen. In deze pootje. Door de volgende steek. Lus ophalen. Drie lussen op de naald. En doorhalen. In het pootje, in de steek, ophalen, doorhalen. Nou, zo doe je dat tot het eind van de toer. Ik ben al heel eind. En voor het dak haak je 61 lossen in het begin. Dat betekent dat je elke toer 60 steken maakt. En vergeet vooral ook die laatste niet. Die zit misschien dus een beetje verstopt, maar die moet je wel meenemen, anders dan... ben je per ongeluk aan het minderen. Nou, dan heb je hem helemaal zo afgemaakt. Het krult trouwens een beetje op. Maar dat geeft niet, want je gaat ze opspannen op het dak en dan wordt het heel mooi strak juist. Goed, je bent aan het eind van de toer. Dan haak je een losse, een keerlosse, die telt niet mee als steek. Dan draai je je werk om. En normaal gesproken zou je dan natuurlijk aan de achterkant van je werk gaan werken. Maar dat doe je in dit geval niet, want als je werkt met de herringbone steak, dan heb je een duidelijke voorkant, dat is deze, en een achterkant. En deze komt tegen het karton aan. Het ziet er op zich niet verkeerd uit, maar daar ga je niks mee doen. Je haakt namelijk de terugtoer, haak je ook aan de voorkant. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik zal uitleggen hoe dat gaat. Je haakt eigenlijk elke steek van achter naar voor. Normaal gesproken, als je haken, zou je gewoon van voor naar achter en dan de lus ophalen. Maar dat doe je dus nu niet. Je doet nu van achter, haal je de lus door naar voor. Dat is wat je gaat doen. Ik zal het nog een keer duidelijk laten zien. En de eerste steek is een gewone vaste, dus dat is niet heel, heel extra spannend of zo. Wat je doet is, je kan ook makkelijk je werk draaien. En dan zie je duidelijk dat je hier... je steek in moet steken. Ik zal dit met een naald laten zien. Normaal gesproken steek je dan natuurlijk in hier in dit gat. Maar nu draai je het om en steek je hem vanaf de andere kant door. Het helpt dat je je naald draait terwijl je hem doorhaalt. Want op die manier rolt de draad eigenlijk mee. Nou, je gaat dus je werk draaien. Je steekt de naald door. Haalt de lus op. En je, nou, doe ik het een beetje onhandig. Het makkelijkste is om hem eronder te houden en je draait hem er doorheen. Dan maak je hem af als een gewone vaste. Nu heb je dus eigenlijk een vaste gemaakt aan de voorkant en niet aan de achterkant.
De volgende steken doe je eigenlijk hetzelfde als aan de voorkant. Je neemt namelijk weer dat pootje mee en de volgende steek. Ik wil het even wat beter laten zien. Het zit dus aan de voorkant. Je moet dus niet aan de achterkant haken. Je haakt door dit pootje en dan daarna door de volgende steek. Het principe is hetzelfde als aan de voorkant. Haak door het pootje, door de volgende steek, aan de achterkant dus. Vervolgens haal je de draad op, die rol je er zo omheen. Heb je weer drie lussen op je naald en die haal je door. Volgende steek haak je weer eerst door het pootje, dan door de volgende steek. Haal de draad op, draai hem om en haak door. Nogmaals, je ziet hier dus al die pootjes zitten. Door dit pootje moet je eerst haken, dan door de volgende steek. Haal hem door. Draai de naald er doorheen. Dat gaat echt makkelijker. En haal erover. Nou, zo haak je tot het eind van de toer. Ik heb in mijn patroon ook allemaal foto's gezet waar duidelijk is waar je precies moet steken. Dus kijk daar ook vooral naar als het lastig is. Het haakt in het begin heel traag, omdat je constant moet kijken waar moet ik nou steken, waar moet ik nou mee bezig. Maar uiteindelijk gaat het vanzelf makkelijker, beter en sneller. Vooral, ik vind zelf de terugtoer wat lastiger haken dan de voorkant. Maar uiteindelijk wordt het een heel mooi haakwerk. En echt een dakpan, vind ik. Dus ik hoop dat jullie op deze manier iets meer duidelijkheid hebben over de herringboonsteek.